Goed. Hallo. Hallo. Kom terug. Hallo. Heb je nog dingen gedaan in de tussentijd? Ik heb aan Domecraft gewerkt en ik heb je farm geüpgraded, want dat liep vast. Ja, maar ik heb hem ook alweer gefixt. Ja, ik weet het. Wat we wel hebben gedaan. Oh, wacht, ik wil wel even laten zien. Wat de sowieso probleem was. Is. Welke andere? Ladder, die symbolen. Oh. Ja, weet je, ik heb het gedaan voor. Inkomen. Voor 8 keer je ding is leeg. Dus ik zet overal gewoon ladders neer voor het geval dat. Op zich is alles hetzelfde qua systeem. Alleen ik heb het verplaatst omdat we dan zeg maar meer opslag hebben voor mocht het volkomen. En de kist waar alles in kwam eerst, die zat vol met seeds. Dus er kwam nog geen andere shit meer in. Want dan seeds en sojabonen. En dit ding zat ook al helemaal vol, want er kwam geen wheat meer in. Oké, dus ja, eigenlijk het enige dat we niet tekort hebben is wheat. Ja, maar dat is ook logisch, want het verbruikt het niet zoveel. En er zit een gigantische voorraad aan shit in. Ja, hier ook, klopt, ja. Ik heb alweer één extra vakje gedaan voor de wheat. Maar ja, die komen dus binnen, de wheat en de dingen, sojabonen. Die gaan een paar die kant op. Gaan naar barrels en gaan dan gewoon over naar de machines. En de seeds worden aan de zijkant uitgetrokken en die gaan gewoon naar de blenders. Alleen ze hebben dus een hele lange route. Dat was meer omdat ik geen zin had om moeite te doen, dus ik denk, doe wel een lange route. Ja, en aan de bovenkant is hetzelfde. En dan, als dus die shit voorkomt, dan gaan ze hierheen. Ja. En dan... Overflow hebben we meer dirt. Krijgen we meer dirt en daar heb ik eigenlijk geen fuck meer aan, maar hey. Nee, het is dirt. Dirt is altijd handig. Ja, en we hebben dus bovenaan nu een barrel waarvan je de bovenkant kan zien. En dan kunnen ze precies zien hoeveel we hebben. En ik heb de blok omheen gezet, zodat de items ook daadwerkelijk omhoog komen. Niet naar beneden tief is als eerst op 4 keer. Oh, daarvoor was het. Ik vroeg het omhoog. Ja, ze bieden ook hier onder de slabs langs, zeg maar. Oh ja, ik heb wat mobs gekild in de ladder. Ik kon alleen die stomme Pikmin-achtige beesten vinden. Ik weet hoe die staat. Mobhunter. Ja, hier, die Imp Insanity heb ik gedaan. Ik kon geen blisses of geen blazes vinden, geen gas, geen magma. Een bliss kunnen we zelf spannen, dat is mooi. Ik noem die Pikmin ook niet. Maar wel in ieder geval die imps. Volgens mij kunnen we ook nog wel. Ik weet niet precies. Ik heb ook nog een quest te claimen met Tomcraft. Ik weet niet, met Tomcraft zou je nog iets moeten claimen volgens mij. Ik heb het meestal zien een deel van gedaan, want ik ben zo'n persoon die dat liever on screen doet als het fucking saai is. Maar ik heb hier een leuk dingetje en ik hoop dat het werkt. Ik denk dat ik een quest te claimen. Ja, hoor het. Thalmor Judge is wel het laagste, Matthias. 27% maar. Claim. Zo is het alles. Het ergste is dat ik sommige quests per ongeluk heb gehaald, maar omdat die heb ik gehaald omdat ik een ander iets zou doen. Dat heb ik ook wel eens. Ja, zoals met die machines. Opeens kon ik er 4. Maar goed, ik wil je niet. Explain. Aangezien jij de bent. Nou. Ik weet niet hoe ik dit activeer. Oh, hij is nu aan. Oké, gaat. Ik dacht dat dat een effectje uitkwam. Maar in ieder geval. Hoe krijg je al deze shit? Deze. Door middel van deze. De Alchemical Furnace. En dan dit ding. Arcane Alembics. Alembic. Ja, en dan de Essential Tubes dan in een potje doen en dan krijg je dat en dan moet hij de goede dingen nemen. Hij is al bijna klaar. Fuck jou, ik heb alles gemist. Hij is klaar. Hij zegt gewoon yeah, ja, ik zat te streamen. Dat is een quest. En dan krijgen we... We willen natuurlijk een reward pack, want... Hè? Mag ik hem weer? Oh, mag jij dat? Epic reward pack. Oeh! Dat Golem Course. Awesome. Wat was het? Golem Course. Animation Course. Oh, Animation Course. Een puntje puntje course. Ja, Golem zei ik, maar je weet wat ik bedoel. Even kijken, ik moet... Deze... Weet jij toch wel of er nog dingen verwacht worden van deze bomen voordat ze groeien? Ja. Tijd. Heel veel tijd. Het is er namelijk langer over dan die Greatwood bomen. Ja, klopt. Nee, deze groeien inderdaad heel traag. Je kunt ze versnellen als je zo'n Thalmic Hoe hebt. Nee, maar die kan ik maken. Daarmee kun je ze wel, zeg maar, bone meat als het ware. Anders moet je gewoon lang wachten. Maar goed, ik moet ook even Golem Animation Course maken. Ik heb trouwens, dit is trouwens Harvest mannetjes. Waar is mijn Tom en Omicron gebleven? Daar. Idee. Ik heb hem nu wel niet. Oh. Golem is die. Moet ik een core maken met Niter en Brick. Oké, wat zijn Block Extenders?
Hebben wij nog clay? Dat zal wel niet, want dat verbruik ik elke keer. Ik denk het niet. Maar ik heb wel dust. Oh, er zijn wel twee clay in. Dat is alles. Ja, maar dat duip ik toch niet. Oh, 8 bricks trouwens, dus dat is mooi. Hebben we nog een barrel art? Een greatwood set voor, ja. Ja, ik heb er fucking veel gekregen. Oh ja, ik heb er 7 in. En ik heb er nog één extra in mijn tasje voor het geval dat. Ook leuk. Heb je trouwens nog hartjes gekregen? Nee. Oh, ik heb een half hartje nu. Ja, maar als we hartjes nodig hebben, dan kun je het gewoon hierin maken. Er zit genoeg bloed in. Ik heb hier ook nog een half hartje in. Ja, ik had, het, ik had de rest. Ik had de rest. Ja, maar. Eh. Fuck ja. Full time is. We hebben een stack aan 11 en hier zit ook nog extra in. 023. Block extenders. Maar goed, ik moet. Hij heeft nog wel een wooden barrel. Kom op. Ja, zit hier bij machines. Dat is back. Goddammit. Nee, ik moet die. Ja, niet waar je in shift, maar. Ja, je wist wat ik bedoel. Ik maak er wel gewoon een. Dit zijn recipes die onthoud je voor de rest van je leven, waarschijnlijk. Hmm. Dan gaan we even bij dit ding staan. Dan moet ik even een emmer hebben. Vond ik die net in de tasje gegooid of niet dan? Nee. Obsidian. Huh? Waarom heb ik nooit obsidian? Omdat ik dat ook elke keer gebruik. Is die water er ergens nog? Waar is die barrel geplaatst? Ja, is hier wel. Huh? Nee, maar ik bedoel die, zeg maar, die stone barrel. Oh, die heb ik in de. Ik geloof dat Blocks ding is gedaan. Nou, haal die telkens weg. Want die lelijk staat midden in ergens. Ja, nodig. Zit mijn zijkant hier. Hé, je hebt allemaal water geplaatst hier. Ja. Al een hele tijd terug. Ik zie het niet pas. Eerst wordt er van wat vaker gevagen rook gaat doen. Ja, maar dat was niet helemaal af. En toen zat ik er bronkelijk water neer en denk van, doe alles water. Zo simpel ben ik dan ook alweer. Ja, je bent heel simpel. Heb natuurlijk de rest van Furnace gejat, jij. Nee, wie? Ja, dat is veel ik ga er nog geen maken, want die dingen zijn veel te snel. Ga ik hem niet plaatsen. Wat is zo'n Furnace? Bricks, copperkeer, die... Oké, dat is niet zo lastig. Ik heb misschien toch lastiger als ik nog een machine frame moet maken. En nu komt het deel. Trouwens, die notes die we hadden, hè? Ja, die nieuwe note die jij krijgt, die heeft die andere opgevreten. Ik wist niet eens dat het ding was. Wacht, mag ik zo'n scanner? Die ergens? Waar hebben die note geplaatst dan? Zonder naast elkaar. Ja, maar waar stonden ze? Hier staat de grote nog, maar die andere is weg. Oh, daar is hij, ja. Maar ik had met Muffinman toevallig nog wat dingen gekregen. Oh, je weet het, dus heb ik. Nee, weet het niet, helemaal niet. Hij heeft er niks overgenomen, dat is wel raar. Ja, die stond er een tijdje bij en is vervolgens weg. Ik heb Benitius ingeplaatst of gebroken, per ongeluk. Nee. Nee, hij werd echt steeds leger. In Agrarian Skies 1 heb ik er een stuk of 6 naast elkaar. Die eten elkaar niet op. Deze natuurlijk. Ja, dat was dus ook mijn probleem. Dat had ik dus ook. Daarom zet ik het hier ook naast elkaar. Dat is wel raar. Meestal als ze elkaar opeten, dat, als je ze combined, dan moet je dat met machines doen. En dan nemen ze ook wat dingen van elkaar over. Dus ik denk dat ik deze dan offscreen weer een nieuwe note moet gaan krijgen. En dan deze sloop. Je kunt ook notes gaan vinden, toch? Ja, maar die spannen dan niet echt. Dat is het probleem. Oh, heb je al gekeken? Nou ja, ik zou ze moeten zien en ik zie niks. Maar ik heb het gelezen, maar ze zouden buiten het gebied dat al op pre-rendered is moeten komen. En ik weet niet precies waar dat eindigt. Ik zal eens gaan kijken. Zoals je iets vindt, graag. Maar ik verwacht het niet te veel van. Nee, ja, waarschijnlijk niet helemaal voorbij die molens. Ja, dat denk ik ook, maar ik... Ik ga even kijken of deze molen nog iets leuks vindt. Pas op je niet dat je niet je stroom soms erop hebt. Ja, maar je hebt hem nooit. Ik zie nog niks. Ik weet niet of ik dat iets goeds vind of niet. Ik denk dat hier te vinden is. Waarschijnlijk weer appels en zo. Ja, appels, water en bonen. Het zal wel in elk zo'n
elke mode hetzelfde zitten. Ja, waarschijnlijk. Ik denk echt inderdaad dat het gewoon restockpunten zijn. Gewoon van, hey, je hebt het verneukt, hier kun je nieuwe shit krijgen. Zit hier nog Ignis in? Ja, een beetje. Oh, ja, hier zijn nodes. Ja? Ja, ik heb er één. Oké, oh, ik ben hem kwijt. Fuck you. Waar is hij? Ik vroeg het er één. Oh, hier heb je een. Maar je bent dus langs de molen? Ja, voorbij de molen zit er eentje. De blauwe? Blauw, order en... Ik had het meer over blauwe molen. Oh, het is een lichtblauw. Wacht, zit het op die bedrock shift? Zit het op die bedrock shift? Het is richting het noorden, als je kijkt naar je kaart. Ja. Maar het is waarschijnlijk elke kant op. Ja, waarschijnlijk wel. Misschien moet je wel wachten. Ik zou gewoon naar het oosten gaan, waar we hadden die landbrug hebben. Ja, daarover. Kun je vanaf daar. Nou, heb je gemold? Ik heb die hele molen weggehaald. Hele molen? Ja. Why? Hey, ik zie jou. Ik weet het ook niet zeker. Ah, de hele. I felt like doing that. Er zitten nog nuttige blokken tussen. Ja, een heleboel bricks en zo. Oké, nou maak een nieuwe landbrug zou ik zeggen. I will one day. Ja. Niet nu. Dat is niet echt een boeiend iets voor onscreen. Nee, moet je offscreen doen natuurlijk. Maar in ieder geval zitten wel notes achter. Dat is wat chill, die want het spaart heel veel moeite. Scanning. Nou ja, ik. Weet je, ik dacht dat ik me kwijt was, dus ik had een nieuwe gemaakt en nu zie ik hem gewoon zitten in het tasje. Handig. Oh ja, ik had allemaal spul om te krijgen. Dit gebeurt me vaker dan ik het wil geven. Book extender. Filtered. Geen idee wat deze block extenders allemaal doen. Maar ze zien er cool uit. Goddammit. Is het weer verneukt? Nee, ik moet weer mijn derde wand hebben, want dat is leeg. Godzijdank heb ik ze alle drie op zitten chargen voordat ik trots werd opgegeten. Je moet even een linker claimen. Oeh, ik heb een Tamiyan Golem gekregen. Dit heeft een... Holy shit, ik heb er denk ik veel unlocked. Okay. Dude, kijk eens naar dat ding. Behalve dat het cool uitziet, maar kijk erin. Holy shit. Ja, precies. Wat is dit? Geen idee. Whitelist, blacklist. Het lijkt me of een filter. Nou, dat sowieso, want het is een filter block extender. Maar of het pakt blokken, of het slaat blokken op, of zoiets. Ik weet het niet. I don't know. Wacht, ik heb het nog. Wacht, dit is een normale. Oh, ik liep er doorheen. En ik heb ook nog een advanced. Oh, oh, die blokken staan er kun je eens openen. Die advanced. Ik heb een. Die heb ik al. Fuck. Oh, fuck. Waarom begin ik met. Kijk, een touwtje, de petitie! Oh, de lag. Oké, okay, oh, ik ben er nu weer terug. Kijk! Kijk! Ik heb echt zo de neiging om dood te slaan. Nee! Nou. Dan heb ik. Improves organization intellect. Oh, dat hield hij telkens als je zo glimt. In ieder geval, oké, okay, ik heb dus, nou ja, 2 minuten gemist, oh, ja. 1 minuut. Niks belangrijks gebeurd, dacht ik. Hij heeft een, Tamiyan Golem. Ik ga ook een bowtie maken, fuck you. Cause, you know, useful. Cause you know, why not? Waar was ik mee bezig? Oh ja. Oh, ik heb dat advanced block extender heb ik in mijn inventory. Eén vraagje, Ren. Hebben we nog meer... Vraag. Hoe maak je... Kunnen we nog black tie maken? Vast wel. Waarschijnlijk moet je eerst een research. Of kunnen we hem al? Oh, ik kan het verdubbelen met crucible. Oké. Ik denk dat ik het maar weer eens ga proberen. Wat? Een unstable blok maken. Oké, sure. Dus, dit keer drop ik wel al mijn shit. Goed, zo, ook al je armor, please. Oh ja, jetpack. Jetpack is zeg maar best wel veel werk. Best wel veel en best wel saai. Maakt toch wel een nieuwe voor me? Ja, de simpelste. Ik zie alweer hoe het is. Weet je hoeveel werk ik in die jetpack heb gezeten? Dat weet ik. Oh, dude. De arrows zitten vol. 10.240 is blijkbaar de max.
Arrows, bones en zombie flash het vol. Ja, maar ik, dat past niet meer in dit filter. Trashcan. Filter? Ik heb een filter op de trashcan staan. Oh, waar heb je zombie brains? Omdat die ook vol zat, shit. Oh, wat? Nooit. Ja, maar dit is gewoon, dit is een normale barrel. Ja. Maar zit die gunpowder ook vol, die is minder goed geüpgraded. Oh, die kan ik ook wel gaan maken. Oké, okay, ik kan met black paddles kan ik iets doen. Okay, awesome. Mijn shit in deze kist. Oh, fuck me. Een voetjesultje mee. Dit gaat fout. Dit gaat lekker. Waar is dat ding? Where is it? Oh, daar. Wat hebben we nog meer nodig? Hoe doe je dat eigenlijk? Gewoon een crafting ding is? Ja, crafting. Gewoon letterlijk ja, ijzer delen door diamond. Door diamond kan niet. It's a math joke. Oké, okay, sure. Alleen heb je het daarna maar 10 seconden om het te craften, anders ontploft het. Sounds interesting. Volgens mij heb ik alles wel. Ik heb echt nog nooit zo'n unstable ding gemaakt of gebruikt. Je mag het proberen als je wil, maar als ja, je laat het gewoon niet doen. Zijn we volgens mij dat ding kwijt. Ja, alsof ik het zelf al beter heb. Vorig jaar ging het volgens mij fout omdat het ding nog in de crafting table zat. Waarschijnlijk. We gaan zien of ik dit keer beter moet. We gaan wel weer naar de fuck up. Ja, de nether is toch wel een grote teringzooi. Ja, precies. En dat is geweest schuld. Hey. Oh, de crafting table staat er nog. Nou ja, die moet je erbij zetten. Nou wel, die is niet oploft. Nee. Oké. Okay. Dat is saai. Oh shit, netherrack krijg jij. Ijzer, David, diamond. Oké. Okay. Oh shit. Oh shit, is geen goed teken. Yes, done. Ja, ik shift-click hem, moest even die de vis. Oh fuck, ik heb wel een jetpack bij me. Ik was vergeten om hem uit te doen. Yeah, is maar goed dat je niet dood ging, hè? Ik heb mijn unstable ingot block. Wil je het zien? Waarvoor had je het ook weer nodig? Voor de Nether Star Generator. Ah ja. Dus ik weet niet of er ergens anders nog nodig voor is. Een façade kunnen we maken. Een beetje fuck, ik moet omhoog kijken. Idioot, je moet omhoog kijken. Kom op, kijk omhoog. Kom op. Ik heb alleen de generator. Als ik je een core geef, ga je dan omhoog kijken? Ja, kijk. Heel braaf. Cute. Aww. Ja, ik moet even. Hij stond scheef. Oh, wat erg. Oh, nu valt de shit niet meer. Nee! Waar is een tophead? Die is kwijt. Goddammit. Nope. Ik mag jou niet, stom ding. Sterf. Oké. Okay. Ik wacht tot ik een gathering ding voor me heb. Nether Star Generator. Totally useful. Maar als ik deze setup ga verbeteren waarschijnlijk. Ik denk niet dat dit ding snel een power kan leveren. Tiny vestes. En spectacles. Oké. Okay. Oké, okay, maar ik moet even kijken wat de quests zijn. Oké, okay, dus ik moet eerst wat silverwood halen. Dat duurt nog even. Gather and fill. Kijk, dat is een leuke course. Harvest guard fill. Oh, ik heb een quest to claim. Butcher, fishing, wat? Chop. Butcher zou best handig zijn, als die koeien hem niet aanvallen. Dat zou best wel eens goed kunnen werken. Maar ik heb hier twee cores voor je. Ik kreeg voordat die bijl die had gecraft. Is dat een quest? Ja, blijkbaar. Oh ja. Alles is een quest met Tomcraft, heb je pagina gezien? Ja, toevallig wel. En ik weet de helft van de items niet eens wat is. Tubes. Essentia valve. Oh, fuck me. Niet nu, maar... En hoe maak ik dat ding? Petitie aan Ordo, oké. Okay. Hoeveel heb ik er nodig? Ik ben al lang blij dat ik langzaamaan ongeveer mijn weg weet en niet om mijn nommel kon. Van mijn nommel kon.
Nom. Oké. Wacht, nee, dat is helemaal niet daar. Het is gewoon een essential tube en een lever, idioot. Godzijdank klikte ik ernaast. Of nee, het is heel erg. Ik heb de order opgemaakt, daarom kon ik hem niet doen. Die heb ik vergeten dat ik ga pakken. Oh, ja. Geweldig, ik heb iets ontdekt, moet je horen. Stop met bellen. Oh, die hoor ik niet. Dat gaat nog niet antwoorden. Stop it! Oké. Waarom heb ik jouw Towncraft dat doen? Omdat jij het niet wou doen. Maybe. Oké, ik kan niet in dingen komen die Bill aan mijn handen goed om te weten. Wat wou ik ook alweer doen? Oh ja. Ik kon niks horen over mijn geheugen. Je kunt een hele handige sorting barrel claimen. Waarom zijn er sorting wars? Ik heb twee van die sorting upgrades. Upgrades chest to their oh, sorting. Ik heb ook een linker. En een sorting barrel. Wat is een sorting barrel? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Hier is een sorting barrel. Het komt in ieder geval uit diezelfde mod als dit ding. Je kan de barrel ook upgraden met een sorting upgrade. Die ik dat is nee, niet eens dezelfde mod, maar het heeft dezelfde outline als dat ding. Zie? Die heb ik die moest ik net craften. Goed zo, Matthias. Verkeerde muisknop, idioot. Keep it. Don't want it. Ik weet niet hoe die shit werkt. Nee, ik ook niet. Relocation. Oké, ik heb één cobblestone nodig, spel. Dank je. Oh, router. Gelukkig hebben we maar 600.000 cobblestone. Ik denk dat 43 miljoen nog best wel kan lukken. Oh shit, welke router moet ik nou hebben? Insufficient fees. Goddammit. Jij? Nee. Er zijn nog gewoon meerdere items die gewoon precies jij? Router heten. Jij? 6 iron, 2... Oké, ik moet op zoek naar die nodes. God damn it. Oké, 6 iron. Hebben we toevallig nog ergens blaze powder? Ja, en weet je waar? In de volgende aflevering. Ja, heel goed! Als het is, heb je nog? Weet ik niet. Ja, ik Found it. God damn it. Stop it. Weet je wanneer ik stop? De volgende aflevering. Ja, tot de volgende keer. Doei. Doei.